denk als je lang op een white spot bent, dat dat echt een ongelooflijke, fantastische ervaring is. En bovendien denk ik als je in een white spot bent, dat je dan ook veel creatiever kunt zijn. Je bent relaxter. Die mentale stilte is heel belangrijk. Bij de digitale detox gaan wij jou leren om bewuster met je mediagedrag om te gaan. Ja, dan lever je je telefoon in, gaat in een kluisje en dan begeleiden we de mensen ook naar de kamer. En dan moet je het echt alleen gaan doen. We zitten op een van de mooiste plekjes van Zuid-Limburg, bij de Kouberg. Prachtige natuur, ook heel kortbij. Dus als je hier meerdere dagen bent, dan kun je ook oftewel onder begeleiding van een van ons, of alleen krijg je route mee, kun je zelf lekker de natuur in gaan. Het gevaar zit in de verslaving, afgeleid door de social media. Want als je veel gebruik maakt van social media, dat leert eigenlijk wel dat je in een soort van oppervlakkigheid van denken gaat komen. Want het is zoveel informatie in korte tijd, of in één dag, in 24 uur, dat je niet diep op de dingen en de gevoelens ingaat van wat het met je doet. Bijvoorbeeld de upper class in Amerika, ik heb daar laatst eens over gelezen, hele rijke mensen, miljonairs, die dan ervoor kiezen om hun vakantie als cowboy door te brengen. In een hele basale houten hutje, zo'n ranch met bijna geen voorzieningen. En dat is dan, ja, dat, wauw, weer helemaal zichzelf terugvinden. En, ja, dus dat is dan luxe. Dat zou je 30 jaar geleden niet denken. Mensen hebben echt het gevoel van, oh ja, dat was aandacht voor mij. En ik ben geholpen in het loslaten van de drang naar digitale input. Ik hoor het wel van de kuurgasten hier, dat ze het gevoel hebben van, oh wauw, ja, ik hoor de vogeltjes weer. Ik voel de wind in mijn gezicht en oh, ik voel dit gras als we buiten mediteren. En door massage bijvoorbeeld hoor ik ook wel eens van, ja, doordat er met mijn lichaam, doordat er aan mijn lichaam gewerkt werd, ging ik weer voelen.